Goedemiddag, dames en heren. Vandaag waren er 8.880 toeschouwers die de toch wel spetterende Oost-Vlaamse derby hebben bijgewoond. Bij mij zitten de coaches en ik begin met de coach van de bezoekers. Hein van Haasbroek, u zei deze week in de pers: als we niet verliezen van Lokeren, dan nemen ze ons niet meer terug. En dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. We willen ons eigenlijk niet zoveel focussen op Lokeren. We willen punten pakken. De afstand blijft nu 7 punten. Ik denk niet dat ze ons nog gaan inhalen. Maar daarmee heb ik niet gezegd dat ze geen ander meer gaan inhalen. Hè. Want ik moet zeggen, en ik wil daar analisten en commentatoren een beetje voor zijn. Er zal misschien wel wat geanalyseerd worden over deze wedstrijd en fasen en fouten. Ik moet zeggen, ik ben op het veld geweest na de wedstrijd en ik heb 3 keer zoveel respect gekregen voor zowel mijn spelers als voor die van Lokeren. Als die twee ploegen dit hier kunnen brengen op zo'n veld, en daar kan Lokeren in Senior niks aan doen omdat ze wat tegenslag gehad hebben, maar zo'n voetbal, zo'n spektakel brengen, ervoor gaan op eigenlijk onbespeelbaar veld bijna. Dan vind ik dat ik al de rest even opzij mag zetten en daar niet te veel over gaan commentariëren. Ja, als we naar de wedstrijd kijken, u zegt de grootste pluimen voor alle spelers, maar er is één man die er vandaag misschien toch bovenuit steekt en dat is jullie nieuwe witte merel, Moses Simon. Oké, hij scoort 3 keer, hè. Dus in C is dat fantastisch voor die jongen, maar ik wil hem zeker niet boven de rest uittillen vandaag. Ik denk dat we vandaag 22 actoren en nog een paar anderen die ingekomen zijn misschien gezien hebben, die allemaal eigenlijk een bijdrage geleverd hebben aan een fantastisch spektakel. En ja, als je natuurlijk 3 doelpunten scoort, dan valt dat nog meer in de kijker. Ik ben heel blij voor hem, een jongen van 19 jaar, die eigenlijk nog maar pas bij ons komt kijken. Dat zal hem zeker vertrouwen geven, dat is een feit. Maar ik zou de rest ook oneer aan doen, want ook Brecht de Jager terug in het begin heel sterk. Biedt toch een aantal doelpunten aan, dus nee, ik ben tevreden over heel mijn team. Ja, jullie brachten wel frivool voetbal, zeker in de eerste helft. Jullie doelpunten mochten er wel zijn. Ja, het is een feit. We hebben mooie doelpunten gemaakt, denk ik. We hebben er dan aan de andere kant natuurlijk wel wat weggegeven. Lokeren heeft geprobeerd van ons achteruit te duwen, heeft heel veel gepusht, met veel mensen gekomen, veel voorzetten mogen trappen, iets te veel volgens mij gedacht, maar oké. Okay. In het begin vielen die gelukkig niet goed en dan valt er uiteindelijk toch één goed. Alhoewel dat Kilian nu niet onmiddellijk de kopbalspecialist is, maar het was een mooi doelpunt. En, ik ben het meest ontgoocheld over het laatste doelpunt, omdat ik vind als je daar 10 minuten van het einde 3-2 voorkomt, ja, dan deel je toch een tik uit en dan moet het toe. Want dan hadden we de flanken dubbel gezet ook. En als je dan ziet hoe makkelijk Odoi daar gewoon kan wegdraaien zonder dat hij nog iemand tegenkomt. En hoe vrij men dan in de 16 staat. Ja, daar heb ik het meeste moeite mee. Maar oké, achteraf bekeken kan ik zeker leven met de puntendeling. Tot slot, volgende week tegen Westerlo play-off 1 definitief veiligstellen. Wij gaan eerst woensdag nog een matchje spelen. Hè. We moeten nog in de beker spelen. Hè. Dus we gaan tegen Anderlecht een heel moeilijke wedstrijd hebben. Niet toevallig, denk ik, alhoewel dat in de voorbije jaren vaak anders is geweest. Maar wat mij betreft niet toevallig dat dan ploegen als Anderlecht en Club Brugge nog overblijven. Als wij willen gaan voor die beker, dan moeten wij eigenlijk 3 mirakels doen. Hè. 2 keer tegen Anderlecht en 1 keer tegen Club Brugge. Laten we beginnen met woensdag een goede uitgangspositie te proberen realiseren. En dan zien we wel. En daarna gaan we ons dan weer focussen op Westerlo. Oké, dankjewel, Hein van Haasbroek. Dan gaan we over.